Laat daar de gegevens achter en ook je VIP-kaartnummer. En ja, wie weet maak je dan wel kans. Dus dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Maar ga daar niet nu naartoe, want we gaan nu eerst even een exclusieve rondleiding krijgen van Andreas Bleum. En hier staat hij. Andreas, bedankt voor de uitnodiging. Bedankt voor het komen. Dank je, Mark. Ja. Welkom in het Groningen Museum. Welkom alle deelnemers van de Bankwielerloterij die dit mogelijk hebben gemaakt. Op die manier kom ik ook eens een keer naar onze tentoonstelling. Ja, dus, want we moeten misschien wat stof wegblazen hier, hè? Nee, hou dit keurig bij. Okay. We staan hier in de zaal, een soort prelude. Onze Groningse bijdrage, foto's van Andy Zuidema, onze Groninger popfotograaf, gemaakt niet zo lang geleden in Arnhem in de Gelderland 2017. Maar nu gaan we naar de echte tentoonstelling. We gaan naar de echte tentoonstelling, jazeker, ik ga mee. En voor de kijkers is het goed om te weten, het is een tentoonstelling. Het kan nogal donker zijn, er is nogal wat achtergrondgeluid. We doen er natuurlijk alles aan om dat zoveel mogelijk te beperken, dat u daar geen last van heeft. Maar weet dat. Dus als we soms even onverstaanbaar zijn, dan komen we snel weer bij u terug op een plekje waarop we wel verstaanbaar zijn. Soms is er veel muziek, veel lawaai. Ja. Veel Rolling Stones muziek. Veel Rolling Stones. Veel rock and roll. Hoor je dat een beetje? Ja, we zijn er bijna. Ja. Hier zitten ze ons op te wachten en welkom te heten. Ja. Dag heren. Dit is de video wall. Het soort begin belangrijke dingen verteld. Ja, precies. Maar goed. U heeft niks gemist. In ieder geval hier een video van 8 minuten. Daar hebben we nu even geen tijd voor. Maar de Rolling Stones van de afgelopen tientallen jaren hier te zien. Ja. En we lopen langs de eerste foto die ooit van deze vijf jonge heren gemaakt werd. Kijk eens, Brian Jones was er nog bij. Keurige Engelse scholieren. Andreas, waar ga je ons nu mee naartoe nemen? We gaan naar iets heel bijzonders. Ja? Mick Jagger wilde niet dat deze tentoonstelling zo gelikt is en alleen maar juichend en geweldige Stones. Nee, ze willen ons meenemen in het verhaal van de band. Hoe is het om een Stones te zijn? Het begon heel bescheiden. We lopen nu door het appartement waar Keith Richards, Mick Jagger, Charlie Watts verbleven in Londen in de jaren 60. Studenten zijnde in Edith Grove. Het is een reconstructie van uit de herinnering. Je zegt, Mick Jagger had altijd al deze wensen. Ja. Ze wilden de tentoonstelling hebben en hebben rondgekeken hoe anderen het doen. En het is eigenlijk hun eigen product, zonder dat het heel onkritisch is. Het is gewoon echt het hele verhaal. Ja, en het is een reizende tentoonstelling. Het is een reizende tentoonstelling. Ze was al in Amerika, Australië, daar was pauze. Toen hebben ze het geüpdate, vernieuwd. En in Europa zijn wij nu de eerste. Kijk. Helaas. Helaas, nog niet heel veel mensen van kunnen genieten, maar... Ik wil even iets heel kleins laten zien. Ja, het is zeker iets kleins, Andreas. Wat is dit? Het kleinste object waarschijnlijk van de hele tentoonstelling. Het is een dagboek van Keith Richards. En normaal hoor je natuurlijk dagboeken niet te bekijken, maar dit mocht dan wel. Hij heeft alles keurig bijgehouden, netjes geschreven. En op deze pagina die hier open is, vertelt hij hoe hij in Harmony Meteor een gitaar heeft gekocht. En nog steeds, ze begonnen langzaam toch ook bekend te worden, in clubs op te treden, een soort eerste fanbasis te krijgen. En ze gingen over van alleen maar blues spelen van anderen tot eigen composities. En nu, in de volgende zaal, merk je al eigenlijk een explosie van aandacht, kijk, zelfbewustzijn en standing. Ja, dat zeg jij mooi, Andreas. Het gaat natuurlijk om meer dan alleen muziek. Ze beginnen nu het spullen te bewaren. Ja. Ze snappen, het is interessant wat wij doen. Ja. En ik wil even wijzen op een citaat dat hier staat op de muur. Dat hadden ze heel snel door. Misschien sneller dan anderen, dat popmuziek, rockmuziek, het is niet alleen muziek, het is ook imago. It's about what you wear, your kleding, what you look like, what your attitudes are, all of those things. Dus ze hadden door dat hun styling, hun presentatie belangrijk is. En toen was natuurlijk ook de ene manager die zei, de Beatles, dat zijn de keurige jongens, maar de Stones, dat worden de rebels. Ja. Dan is er later de grote Beatles tegen de Stones wedstrijd ontstaan, terwijl die zelf heel goed met elkaar bevriend waren. Wat ik hier fascinerend... Beetje competitief, vooral. Hier interessant vind is, deze
kostuums lijken zo ouderwets, een beetje barok uit de historie, uit een film. Ze pakken mode uit het verleden. Ze nemen ook stijlen over die, waar je soms niet weet, is het al voor een vrouw gemaakt of voor een man gemaakt. Ze spelen met deze houding, met de rol, ook met de rol van stardom. Daar waren ze niet de enige die dat deden, maar ze waren zeker een van die frontrunners van popmuzici als cultureel fenomeen. Ja. Meer dan gewoon een beetje leuk muziek spelen. Alle deze kostuums, op eentje na, en ik ga niet verklappen welke, zijn origineel. Het is een enkele reproductie. Ze hadden nog veel meer, ze hebben nog veel meer. Ze zouden nog veel meer kunnen laten zien. Hier zijn foto's uit deze tijd. En ik wil graag één foto naar voren halen, omdat het ook een link heeft met Nederland. Ze kennen als weten natuurlijk het beroemde concert in Scheveningen in het Kurhaus, waar alles kapot ging. Het was het eerste concert op het vasteland van Europa. En hier staan deze vijf nog steeds best braaf uitziende heren. Ja. Voor de uitgeverij van de Muziek Express. Keurig in de krantenbladeren. S'avonds gaan ze optreden in het Kurhaus. Bij hun concerten bleven er meestal tijd voor 3, 4, 5 liederen. Daarna was de hele zaal stuk. Zo was het ook in het Kurhaus. Sommigen hebben zelfs erover dat de politie met paarden in moest rijden. Dat weet ik niet. Trouwens, heel grappig. Hier zie je de Stones-programma en hier de Rudy Carrell-show. Ook een beetje tijdsgeest. In die tijd kwamen ze natuurlijk vooral aan hun internationale bekendheid door radio. Nu zijn ze bekend, radio, en treden ze op en clubs en nu zijn er fans en er wordt steeds groter en groter en groter. Ook dat zie je ook aan de samenwerking met kostuumontwerpers, maar ook met grafische ontwerpers die hun platenhoesen maken. Opeens wordt de platenhoes ontdekt als kunstwerk. Vroeger had je alleen de foto van de band, dan heb je zo 4, 5 heren of dames, die kijken een beetje stoer de camera in. En opeens wordt het een kunstwerk waar ze ook weer een imago mee wilden uitdragen. Stapt u nou net in deze livestream. We zijn in het Groningen Museum en u kijkt naar een livestream vanuit het Groningen Museum naar de Rolling Stones, Unzipped. Mocht u een vraag hebben, stel die dan in de Facebook Q&A. Dan zorg ik dat die vraag bij directeur Andreas Bleum terechtkomt en dan gaan we natuurlijk kijken of hij er een antwoord op weet. Overigens, u hoort het al op de achtergrond. De muziek staat lekker aan. Het is echt een gezellige tentoonstelling. Dus excuses voor de geluidsoverlast. Maar wij doen ons uiterste best om ons in ieder geval zo verstaanbaar mogelijk te maken. Ja. Geef ook wel een lekker sfeertje toch thuis. Ja, het is muziek, het is lawaai. Maar het is ook om te bekijken. Ik wil graag jullie wijzen op deze legendarische platenhoes. Die in samenwerking is ontstaan met geen minder dan Andy Warhol. Sticky Fingers van 71. Ze vinden elkaar nu, hè? De kunstenaars en de muzici. Vaak weten wij niet, nou was het eerst Mick Jagger die Andy Warhol belde of andersom. Mick Jagger heeft Sticky Fingers gemaakt met die beroemde zip. En degene die plaat hebben met een echte zipper, vandaar ook de naam van de tentoonstelling Unzipped, die mag zich prijzen, want die heeft een verzamelaarsobject. Het was wel heel lastig om al die platen te stapelen, want die zipper die maakte natuurlijk al die anderen weer kapot. Dus later gingen ze over om die beroemde zipper alleen als fotoreproductie te doen. Maar zo is eigenlijk elke plaat. Zo is eigenlijk elke platenhoes met een beroemde. En door wie werden zij dan een beetje geïnspireerd? Dat ging alle kanten op. Ze pikten tot het einde. Mick Jagger, maar ook de anderen, ze hadden een beetje artistieke achtergrond. Charlie Watts wilde zelf grafische vormgever worden. Dus Jagger en Watts waren ook degene die vormgeving van hun grote stage designs bepaalden. Ze zagen dingen, er komen natuurlijk heel veel mensen tegen. Ze werden benaderd. Dus één verhaal ook over Walton Ford, beroemde Amerikaanse kunstenaar. Mick Jagger was in een galerie, zag het werk, kende hem niet, dacht dat is spannend. Die wil ik wel even leren kennen. Benaderde hem, nou als ik door Mick Jagger word gebeld, dan neem ik ook wel op en denk nou leuk, interessante samenwerking. En we zullen het straks zien. En die Walton Ford die heeft grote dieren geschilderd en heeft dan de beroemde tong van de Stones in een grote gorilla. En die is nu te zien ingetoverd. En ja, zo gaat het de hele tijd. Hè? Ze kennen elkaar, ze komen elkaar tegen. Wil je met iets met mij doen, modemakers?
vormgevers en anderen. Het trok gewoon heel veel aandacht. Ja. En daardoor, na een tijdje zijn ze zo beroemd dat natuurlijk al die mensen ook blij waren of trots waren dat ze voor de Stones mochten werken. Ja, kan ik me goed voorstellen inderdaad. We lopen nu de trap op naar de andere verdieping. Ja. En misschien kunnen we daar wat vragen doornemen. Uitkijken dat onze cameraman het overleeft. Ja, laten we daarvan uitgaan. Die gaat even heel rustig naar boven lopen. Ja. Dat is leuk, ondertussen komen de vragen binnen via Facebook. Ja. Giorgio Schildkamp vraagt zich af, is Mick Taylor nog betrokken bij deze tentoonstelling? Hij woont dichtbij. Nee, hij is niet direct betrokken. Het is een tentoonstelling van de huidige band. Hij komt hier wel voor. Die tentoonstelling is te zien op film en foto. Maar hij is niet direct betrokken, nee. Nee. Okay. Het is ook best wel lang geleden dat hij met hen samenwerkte. Hij is ook... Ik loop iets zachter trouwens vanwege de afstand. Dan weet je het. Ja? Hij moet gezond blijven en ook de cameraman precies. blijven dat hij niet van onze trap valt. We komen nu naar de echte muziek, naar het maken van de muziek. Naar de zalen met de instrumenten in het studio. De echte kenners, de liefhebbers, de superfans, en daar zijn er veel van. Ja. Ja, dat is gewoon smullen dat je gitaren ziet die Brian Jones, Keith Richards, Ronnie Wood in handen hebben gedragen. En dat zijn soms echt iconische en ook waardevolle dingen. Het is één instrument dat een beetje uit de toon valt, letterlijk en figuurlijk. Ja. Dat is in deze vitrine. We denken, wat is dit nou eigenlijk? Het is veel bewaard gebleven eigenlijk. Ze begonnen wel ook zo beroemd te zijn dat ze dingen wel bewaren. Wat is dit? Dit is een speelgoed drumstel van Charlie Watts. En dit is gewoon een ouderwetse cassettebandje. Cassette-recorder dan, denk ik. Ja. En Keith Richards en Charlie Watts bij elkaar hebben dit cassettebandje gebruikt om te experimenteren. Ze hebben Street Fighting Man gemaakt en Charlie Watts ging een beetje drummen met deze dingen hier. En ze gingen het akoestisch opnemen, maar via de cassette-recorder werd het dan weer elektrisch. Dus ze waren ook geïnteresseerd, zoals veel anderen, in experimentele muziek. Het zijn echt muzici in hart en bloed. En het is bewaard. Misschien heeft iemand zoiets ook nog thuis. En we zien nog meer fantastische gitaren. Dat zijn natuurlijk ook wel designobjecten op zichzelf. Fenders, Stratocaster, ook custom-made. Dus sommige zijn gemaakt voor de muzici zelf persoonlijk in opdracht. Ook Daryl Jones, de bassist, die officieel geen lid is van de Stones, maar die al decennia met hen meespeelt, feitelijk de huidige bassist. Ook die muzici die een beetje op de achtergrond staan, de pianisten, de saxofonisten, de zangers, krijgen in een zaal een aparte aandacht. Hoe lang hebben jullie er nou over gedaan om deze tentoonstelling op te bouwen? Ja, het is lang. Voor ons weken, meerdere weken, 8 weken bijna, schat ik nu in. En het vervelende was dat wij hadden alles uitgetekend voor 2 verdiepingen. Ja. En toen kwam corona en afstandsregels. Toen hebben we onze architecten en designers gevraagd, sorry, je moet nog een keer beginnen. We gaan het over 3 verdiepingen uitsmeren. Konden we de inrichting niet, maar de tekening dan wel opnieuw beginnen. Het is technisch zeer, zeer, zeer bewerkelijk. Dat kun je voorstellen. Al die schermen en zo. Maar we hebben topteams hier in Groningen. Dat is jammer. Maar we hadden natuurlijk dan die virtuele opening met een interview van Leo Blokhuis met Mick Jagger. Dat was natuurlijk ook wel iets wat we anders dan niet gehad hebben. En nu staan we toch wel echt op een hele bijzondere plek, Andreas. Dit is een zaal die ik bijna de meest indrukwekkende vind zelf. Ja. De studio, Olympic Studios in Londen. De studio zelf is een nabouw. Dit is allemaal nep. Maar alles wat erin staat zijn originele instrumenten en apparatuur. En het mooie is eigenlijk dat je het gevoel krijgt, ze zijn er even de deur uit om een sigaretje te roken. Ja, koffie staat er nog, zie ik. Terwijl ze toen niet uit de deur uit hoefden te gaan om een sigaretje te roken, dat deden ze gewoon binnen. Het grappige is, onze collega's hebben natuurlijk dit ook allemaal uit moeten pakken. Ja. En het is niet allemaal zo super netjes en museaal. Als wij
kunstwerken uitlenen. Dat is allemaal waanzinnig keurig en schoon. Maar ja, je vindt er ook nog wat boodschappenlijstjes in de gitarenkoffer. Het zijn natuurlijk gebruikersvoorwerpen. En dit is... ja, dit geeft echt sfeer weer. Dat is ook het idee van hen. Hè? Hoe voelt het? Je bent in Stone. Het is niet alleen maar de glamour. Je staat op grote bühne te vertellen en te zingen. En duizenden mensen juichen je toe. Het is hard werken, componeren, oefenen. Nog steeds. Ja. Ze zijn een zo grote band omdat ze heel hard werken. Precies. Een vraag van Maura van der Ploeg. Ja. Die vraagt, zijn er dingen geweest die nou niet in de tentoonstelling mochten komen? Nou, eigenlijk het een of andere kostuum misschien niet. Ja, dat zei de curator, dat is Eileen Gallagher uit Amerika. Die werd dat ook gevraagd. Die zei, er was een enkel kostuum van Charlie Watts. En toen zeiden ze, nou, dat is toch niet zo leuk. Dat beschermen we hem zelf een beetje. Want dat zag er niet zo goed uit. En wat was het dan voor kostuum? Ja, dat was zo'n beetje... Charlie Watts is een gentleman. Ja? Ja, die op de bühne zit hij in een t-shirt en een jeans. En de anderen hebben chique dingen aan. En buiten de bühne zijn de anderen wat relaxed. Maar Charlie Watts draagt... op straat is hij heel fijn gekleed. Oké. En dat was een van die pakken. Die vonden ze zo saai. Die zeiden, nee, dat doen we niet. Oké. Nee, verder eigenlijk anders. Ab de Haas die vraagt zich af, hangen er ook foto's op de tentoonstelling van Nederlandse fotografen? Ja, die ene foto waar we net stonden bij het begin. Is een foto. Er is ook in Groningen, als het allemaal opengaat, in de A-kerk een aparte tentoonstelling, die heet Guinea Shelter. Die is alleen maar gewijd aan Nederlandse fotografen. Zou je dat nog een keer willen herhalen? Ja, in de Der A-kerk in Groningen is parallel bij ons een tentoonstelling met foto's van Nederlandse fotografen in België. Gijs Haandekroot, Claude van Heijen en anderen. Okay. Dus die gaan ook weer open als wij open gaan. Ja. We gaan nu naar het concert. We gaan echt naar het concert. We zijn steeds dichterbij. Het voelt ook een beetje, ik hoop dat dat thuis ook overkomt, het voelt ook een beetje alsof je zo meteen naar het concert gaat van de Stones. Ik ben er nooit geweest, maar ik heb toch een beetje het idee dat ik er nu echt heen ga. Ja, we wilden graag het risico nemen om wel open te gaan in deze tijden. Om de potentiële bezoekers die niet naar concerten mochten gaan, niet naar festivals konden gaan, toch een idee te geven. Ja, corona-proof hoe het is. Ja. In deze zaal die is gewijd aan The Art of Performance. Ze zijn natuurlijk een van die grootste bands die enorme, waanzinnige ontwerpen hebben laten maken. Ook meegepraat, Mick Jagger, Charlie Watts, met die vormgevers. Dit is het model. Die bemoeien zich dus ook echt met de vormgeving van het podium? Ja, dat zijn reconstructies wel op basis van de originele, ook gemaakt door henzelf, Fisher Park en anderen. Dit is Bridges to Babylon, laat ik graag zien, omdat het de enige concertserie was die ook in Groningen heeft plaatsgevonden in 1999. Ja, eigenlijk is misschien wel het stage design een beetje de grote kunstvorm van onze tijd. En die bruggen, dat die Jagger dan daar overloopt en dan staan er 80.000 mensen hem toe te juichen. Dat is fenomenaal. En hier in deze zaal hangen dus ook echt alle posters van de concerten? Ja, posters hier achter mij, ook van Jeff Koons. Dat is ook een van de beroemdste kunstenaars die er zijn. Die heeft links tourposters ontworpen. Ja, dat is gewoon wereldkunst. Soms ken je ze ook niet, soms zijn het ook heel onbekende vormgevers. Misschien maar één affiche hebben gemaakt. Gelukkig alles bewaard. We gaan nu langs een aantal kostuums lopen richting een extra zaal. Daar is ook wel heel veel muziek over Sympathy van the Devil. En nu zie je in de namen van de concertontwerpers ook de wereldsterren. Alexander McQueen, Gianni Versace, Aaron Scott. Ze vinden elkaar, ze zijn beroemdheden. De camera loopt langzaam richting Sympathy for the Devil. En elke keer als Mick Jagger dat lied zingt, en dat zingt hij natuurlijk bij elk optreden, heeft hij een apart kostuum aan in een beetje zo'n duivelse stijl. En ik denk, we laten de mensen wel een klein beetje genieten van deze presentatie. Altijd bij dat ene nummer had hij een ander kledingstuk aan.
Ja. Grote modeontwerpers zoals? De helemaal links is Gianni Versace. Ja, groter kunnen jullie niet. Kunnen we nog heel even terug naar de kleding? Kunnen we hier nog heel even kijken? Ja, zeker. Dit zijn natuurlijk al kunstwerken aan zich, hè? Allemaal. En je zit een beetje in de stijl van de hoofden voor wie het is. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Hedy Slimane, Aaron Scott, Alexander McQueen hier. En dat is modegeschiedenis, popgeschiedenis, cultuurgeschiedenis. En kan je wat voorbeelden noemen van modeontwerpers die dit dan ontwierpen voor ze? Hier, sorry? Kan je wat voorbeelden noemen van modeontwerpers die dit dan... Die zich hiermee bemoeien met dit? Ja, dat is okay. Alexander McQueen is misschien een van de grootste modedesigners überhaupt. Ja. Die heeft meerdere gedaan, deze onder andere. Hij heeft over zichzelf, McQueen, in het Metropolitan Museum in New York een eigen tentoonstelling gehad met 600.000 bezoekers. De best bezochte tentoonstelling van een modemaker in de geschiedenis. Die heeft ook samengewerkt met de Stones. Het fascinerende is natuurlijk, zeker ook voor mij, ik ben gewoon een gewone kunsthistoricus en geen Rolling Stones superfan, is dat je in de geschiedenis van 50, 60 jaar Rolling Stones ook 50, 60 jaar kunst- en cultuurgeschiedenis gespiegeld ziet. Hè? Ook de hele tijdsgeest, het rebelse, je ziet eigenlijk een panorama van 50 jaar kunst. Welke verschillen zie je nou in de loop der jaren? Ja, kijk, als je bent jonger, maar als je in jouw kledingkast gaat en kijk, dat heb ik 10 jaar geleden gedragen, ja. Kon ik. Ja. En zo heb je dat gevoel natuurlijk nu ook, dat mensen zeggen, dat was die mode, dat is typisch jaren 70, typisch jaren 80. Ja. Maar ik weet niet wat typisch onze eigen tijd is, maar met een beetje afstand zie je dat wel. En de Stones zijn een mooie spiegel om zo'n ontwikkeling te volgen. Van het brave tot het rebelse, tot de glamour en het stardom. We gaan nog een verdieping op. Ja, laten we doen. Ja, het is bijna jammer dat... het is niet eens bijna. Het is ontzettend jammer dat niet heel Nederland en misschien wel daarbuiten kan genieten van deze tentoonstelling op dit moment. Ja, we hopen natuurlijk dat we weer open kunnen. Ja, dat vraagt Mees of Mars vraagt het zich af. Komt deze tentoonstelling nog terug naar Nederland? Misschien wil hij... Terug naar Nederland, ja. Kijk, alle musea plannen lang vooruit. Na ons is Marseille aan de beurt. Ja. Daarna gaat het naar Canada. En dan hebben we het over hierna is, na 28 maart, hè? Want hij is nu verlengd tot 28 maart. Misschien kunnen we er nog ietsje meer eruit halen. Ja, want wij hebben een onderhandeling. Ja. Maar dan houdt het op. Dan gaat het naar Marseille. Daarna gaat het naar Canada. Daarna gaat het terug naar Engeland. Ons programma gaat ook door. Ja. Vraag me over een half jaar nog een keer. Ja. Vraag het over een half jaar nog een keer. Nee, maar wat u ook net zei, duurt volgens mij 8 weken voordat deze hele tentoonstelling hier helemaal staat. Ja, dus het kost natuurlijk. Het kost heel veel. De transport, de opbouw, de techniek en zo. Ja. Dat is, het is doodzonde dat we nu niet, het niet aan meer mensen kunnen laten zien. Nee. Hey, Alette vraagt zich af, waar is de door Keith Richard beschilderde gitaar? Die ook op het... Ik weet niet wat hier staat. Ja, dat is een hele goede vraag. Daar weet iemand precies welke... Daar weet iemand heel veel. Ja. Daar weet iemand heel veel over... stond wel op de lijst. Die wordt vaak nog gebruikt. Dus dan wil Keith die gewoon terug hebben en daarmee spelen. En doen. Ja? Ze was ook op een tentoonstelling in het Metropolitan Museum. En had je opeens een lege vitrine. Ja, sorry, die is op tour. Die is er helaas niet te zien. Diane vraagt zich af, tot wanneer de tentoonstelling te zien is, dat is 28 maart. 28 maart, zeker. Hopelijk nog een klein beetje langer. Ja. Ja, hopelijk kunnen we snel open. 2 maart is het laatste wat we hoorden, maar ja, of dat zover is, maar daar ga ik helaas niet over. Nee, helaas. We staan hier trouwens bij prachtige portretten van Andy Warhol.
van Mick Jagger. En als we het stukje naar links gaan, dat zijn zelfs de voor tekeningen. Dus dit zijn zeefdrukken, ook bijzonder natuurlijk, Andy Warhol. Maar dit is dan de tekening van Andy Warhol met potlood. Nou, daar zie je ook wat voor een grote kunstenaar hij was. Hè? Hoe je snel zoiets neerzet. Dat is echt fantastisch. Dat is echt grote kunst. 1975. Zo mooi, Andreas, dat we hier toch even mogen lopen zo. Ja. En dat we de mensen thuis toch het gevoel kunnen geven dat ze in het museum zijn. We gaan dus nu straks naar richting het grote finale. Mag ik dat, voordat we daar naartoe gaan, mag ik je nog twee vragen stellen? Ja, zeker. We hebben tijd. En mocht je nou zitten kijken en denken, ik heb ook nog een vraag voor Andreas. We hebben nog even tijd. Dus stel je vraag. Als je bent ingelogd in Facebook, kan je die in de Q&A-box zetten. En dan zorg ik ervoor dat die bij Andreas terechtkomt. Cor vraagt zich af, hoeveel kostuums had Mick Jagger? Nou, die kostuums zijn deels uit de collectie van een enkel bandlid. Maar het grootste gedeelte komt uit een gezamenlijk archief. Ja. En hier zijn er volgens mij 45, in Londen waren er 60, maar volgens mij hebben ze honderden. Zo, honderden. Ja. En hoeveel staan er hier? 45. 45. Er is veel meer. En hoe moet je die dan straks ook weer helemaal in speciale zakken gaan vervoeren? Het fijne was, ze kwamen allemaal in grote kisten in, al op het mannequin zelf. Dus je hoeft het alleen maar eruit te halen en neer te zetten. Ja. Normaal moet je daar urenlang zitten en alles goed maken. Dat hoeft in dit geval niet. Alles was opgeslagen in Londen in een grote loods met enorme kisten. Ja. Kwam hier ook de vitrines komen uit Engeland. Zelfs de grote delen van de verlichting komt uit Engeland. De kunstwerken zelf komen uit Engeland. Dus ja. Dat maakte het relatief praktisch. Je had maar één bron waar alles vandaan kwam. En je hoeft niet alles bij elkaar te plukken. Dat hebben ze zelf gedaan. Daar is een soort, dat noemen we dan een curator, Eileen Gallagher. Die is de expert en die heeft in de archieven getoken, heeft met iedereen gesproken, met die musea. Gezegd dit en dit en dit. Voorgelegd aan de hele band. En zo is de tentoonstelling samengesteld. Ja, ja, dus de band is er ook echt nog wel bij betrokken, hoe het eruit ziet. En, Het is, sommige vragen natuurlijk, hoe is het in vergelijking met David Bowie? Ja. Toen was het Victoria en Albert Museum in Londen dat die tentoonstelling samenstelde. Maar dat ging dan via ons, Victoria en Albert Museum, de archivaris, de manager en David Bowie zelf. En hier zitten we iets dichterbij, direct bij het management en kunnen sommige dingen direct via de manager aan Mick Jagger voorleggen. Ja. Affiche bijvoorbeeld, dat wil hij dan wel zien, hoe dat eruit ziet. Ja. En dan moet je even wachten. Dat duurt dan enkele dagen en dan krijg je meestal goed licht. Ja, precies. Maar goed ook. Ja. Debbie Gerhard vraagt zich af, is het materiaal van de Stones van de Stones zelf of ook van fans? Is er ook iets ingezameld door fans? Nou, we hebben aan het einde van dit tentoonstelling een klein, drie vitrines met souvenirs van echte fans. Ja, je zou nog drie musea vol kunnen maken met dit is natuurlijk heel met veel. Souvenirs. Ja. Nee, de tentoonstelling zelf bevat alleen maar objecten uit van de Stones zelf. Ja. En nu het museum gesloten is, ja. Kunnen we dan wel ergens nog merchandise kopen online? Ja, dat kan waarschijnlijk wel, want de Stones hebben natuurlijk waarschijnlijk ook een eigen merchandise-keten en zo. Wat, onze eigen winkel heeft geen online voorziening. Wat ja. Achteraf denk ik, ja, dat had natuurlijk nu in deze tijden was het wel handig geweest. We zullen waarschijnlijk wat dingen overhouden. Ja. Als we zo weinig bezoekers hebben, helaas. Misschien doen we aan het einde nog een grote veiling. Nou, dit is gezegd op camera, hoor ik nu. Ja. Hier zitten we bij de tong. Het origineel ontwerp is hier te zien van John Pasci. Hij heeft het beroemde tonglogo gemaakt. De verhalen hoe het tot stand is gekomen, die verschillen nogal een beetje. Hij zou er 25 ponden voor gekregen hebben. Interessant is als fenomeen eigenlijk dat Mick Jagger en de band, die wilden gewoon een logo hebben. Ja. Want ze snapten hoe marketing werkt. Hè? Het iconische logo van die herkenbaarheid. Men beweert dat het
na een beroemde frisdrank en een beroemde hamburgerketen het op twee na bekendste, herkenbaarste logo ter wereld zou zijn. Dat is al fenomenaal, hè? Hoe zoiets werkt. Hoe komen ze dan op een tong en een mond? Ja, daar zijn ook verschillende, daar kun je ook heel veel essays over lezen, waar dat vandaan komt, uit ook illustraties uit India. Zelfs het Shell-logo zou een inspiratie geweest zijn. Het Shell-logo? Ja, zeker als inspiratie, als idee. Okay. Ja, ik wil het misschien zoiets wat zo sterk is. Oh, wat zo sterk is, oké. Okay, ja, ik zie het Shell-logo nee, nog niet in. Direct als bron. Nee. Het is dan nog een keer bewerkt na 50 jaar door Shepard Fairey. Hier voor de 50 jaar Stones, dus, maar die heeft niet veel veranderd. En deze tong die is ja in alle vormen en maten. Oké, okay, hij heeft maar 25 pond gekregen toen. Ja, denk ja, je nou. Weinig. Maar hij heeft het ontwerp, het originele eerste concept, dan wel voor volgens mij 90.000 pond aan het Victoria en Albert Museum in Londen kunnen verkopen. Okay. En is natuurlijk ook best beroemd geworden. En toen wist natuurlijk ook nog niemand. Wat een impact dit. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ik zou het niet meteen linken aan een band als de Rolling Stones. Uiteraard nu wel, maar hoe verzin je het? Ja. Wij gaan straks naar het grote finale. Ja, we gaan naar iets bijzonders kijken. Hè? Ja. Ja. We gaan kijken naar een concertopname uit hun concert in Havana, Cuba. Daar is ook nog een verhaal voorafgaand. Ze hadden een tournee door Zuid-Amerika, 5 jaar geleden. Ongeveer, en ze vertelden, nou ja, Havana, Cuba, daar is nog, ja, hoe doe je dat? Hè? En die totstandkoming van dit concert, dat is al een enorm verhaal. En de Cubanen hadden natuurlijk de Stones nog nooit kunnen zien. En er waren nog 500.000, dat was volgens mij zelfs gratis. En daar kunnen we straks de zaal in gaan met een soort panoramaopstelling. En iedereen die het echt gezien heeft, en hopelijk nog veel mensen die het nog zullen gaan zien... Ja, dan krijg je toch het gevoel ook, ja, fantastisch, een concertervaring. En weet je natuurlijk ook wat je al die maanden nu gemist hebt. Ja, ja, want dat was echt heel uniek, hè? Dat, want het was de eerste band buiten Cuba die daar een concert gaf. Ja, van dit formaat zeker. Laten we daar nu naartoe gaan. Ja. Dan gaan we daar kijken. Ja. Ik wil aan iedereen vragen om vooral lekker te blijven kijken. Voor nu zeg ik alvast bedankt voor het kijken. En mochten we... na het concert nog tijd over hebben, dan gaan we zeker nog even wat vragen beantwoorden van u thuis. Die leg dan even aan Andreas voor. Maar ik zou zeggen, ga die kant op, ga naar de concertzaal. Ik wil jullie danken, ik wil jou danken, ik wil alle deelnemers danken, ik wil alle onze sponsoren danken, DHL. En al mijn medewerkers en collega's die zo hard hebben gewerkt om dit te realiseren. De tentoonstelling zelf, maar zeker ook aan deze presentatie hebben meegewerkt. We hebben niet het aantal bezoekers gehad wat we hoopten, maar iedere enkele bezoeker was welkom en is welkom. En dat is gewoon eigenlijk onze missie. En we hopen op nog een klein succes aan het einde. Ja. Laten we daar zeker naar uitkijken. Mochten we straks nog bereik hebben, dan gaan we nog eventjes terug naar het appartement beneden. Hè, want dat viel net even uit. Okay. Blijf lekker hangen, blijf lekker kijken. En dan hopelijk tot straks. Geniet van het concert. And I'm in it.
Andreas, mensen, ja. Hebben nu, mensen hebben nu thuis, ja, eventjes een kijkje kunnen nemen, ja, bij het concert. Alsof ze, ja, er echt even stonden. Het is niet helemaal hetzelfde, maar toch. Ja. Precies, dat was wel gaaf. Nou, wat we nu gaan doen, omdat we nog bereik hebben. Net waren we eventjes in de ouderlijke kamer van de Stones. Tenminste, dat was zo nagemaakt. Hoe moeten we naar beneden? Ja, gewoon. Deze? Ja. En omdat toen de verbinding wegviel en we nu nog even tijd over hebben, gaan we het gewoon opnieuw proberen. In de hoop natuurlijk dat de verbinding helemaal goed blijft. Mocht dat niet lukken, nogmaals onze excuses. Maar het is toch wel leuk, ik wil het toch even laten zien. Ja, we zijn er nu toch. Je weet nooit wanneer je er weer bent. Kan je nog een keer vertellen? Dat doen we de hele tour nog een keer in 10 minuten. Ja, we doen de hele rondleiding nog een keer. We gaan hier nog eentje naar beneden. Ja, we gaan nu naar het eerste appartement. Ja. Edith Grove in Londen, een reconstructie uit de herinnering. Er waren geen foto's. Mick Jagger wilde deze tentoonstelling niet te gelikt uit laten zien. Hij wilde gewoon dat wij een indruk krijgen hoe het is om een Rolling Stone te zijn. Dus en iedereen, te worden. En iedereen moet ook het gevoel krijgen, zo is het begonnen. Ja. Want hoe oud waren de jongens toen ze in de kamer... 17, 18 of zoiets. En... En het is, kom maar, jongen, een stukje theater geworden. Ja. Echt ongelooflijk. Met gewoon namaakdingen, maar uit die periode. Zodat je toch je echt waant je in die tijd. En je krijgt dus een indruk van een zeer, zeer, zeer bescheiden begin. Ja. Het is een beetje, Groningse studentenkamer in de lockdown. Maar dan nog vele malen erger. Het is een puinhoop. Het is een smerige bende. De rook en de dingen. Wat weten wij over de achtergrond van hun? En wat voor gezin kwamen ze? Wat voor leven hadden ze? Best zo, ik zou zeggen middenstand of zo. Gewoon niet heel arm, maar zeker ook niet rijk. Uit Londen en omgeving. Het beroemde verhaal natuurlijk dat Keith Richard en Mick Jagger elkaar kenden van school, maar dan op een treinstation tegenkwamen. De ene had een bepaalde bluesplaat, de andere zei, wat, hou je daar ook van? En zo, dat was het begin. Want ze hadden elkaar jaren niet gezien, terwijl ze vroeger met elkaar in de klas zaten.
En zo begon het. En hun ambitie was niet grote wereldsterren te worden. Hun ambitie was de Amerikaanse bluesmuziek in Europa bekend te maken. Want het was voor onze medewerkers ook al een feest om dit te bouwen. Ja. Je kreeg een hele handleiding hoe je het moet neerzetten. En vooral niet netjes. En als puntje op de i, zo'n beetje de papers dan echt gestrooid op het ei. Op het ei. Zie je het inderdaad. Want er waren geen foto's van die tijd, zei je net. Nee, dat is eigenlijk alleen herinneringen. Ja, ja, en verhalen. En je kunt op de website van de Stones ook is een gesprek tussen Mick Jagger en Keith Richards over de tijd toen ze hier nog zaten. En nog, dan vertellen ze nog verhalen over hun huurbaas, die opeens, ja, hadden geen geld meer voor de gasmeter. Die moesten zo'n muntje in zo'n apparaat gooien om weer stroom of verwarming te krijgen. En, ja, dus, dat is later wel heel anders geworden. De rest is leven. Geschiedenis. Ja. 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 Mooi nagemaakt zo. Ja, schitterend. De slaapkamer, dan komen we hier bij de woonkamer. Ja, en hier staat er. Lijkt het een beetje op een doorsnee Groningse studentenwoonkamer? Ja, het zal wel ongeveer met misschien wat andere platen. Ja, ik heb studenten gevraagd, wie heeft nou echte platen, vinylplaten? Nou, de helft van de studenten nu. Toch nog? Ja, en er zijn meer vinylplaten dan cd's. Cd's, maar die vinylplaten komt terug. En ze hebben allemaal van die pick-ups. Nou, dat is toch interessant. Alles komt terug. Of blijft het. Nou, ik hoop dat we een indruk konden geven. Ja, ja. En hopen dat we ook nog wat mensen hier kunnen uitnodigen. Dat hoop ik zeer. Dat is natuurlijk de bedoeling. Je moet het origineel zien. Anders ben je geen muziek. Zullen we dan nog één keer, want voor de mensen die er misschien wat later in zijn gestapt, of die het gemist hebben wegens de technische storing, zullen we dan nog één keer hier naar kijken? Het pronkstuk eigenlijk wel, hè? Het is verleidelijk om daar even te gaan zitten en te spelen. Ja. Maar dat mag niet. Je mocht het zelf niet aanraken eigenlijk. Hoe oud is dit drumstel? Nou, 50 jaar. 50 jaar? Ja, zeker. Hier is het misschien allemaal wel een beetje begonnen ook. Ja. En het is eigenlijk heel simpel. Dat is zo de basis van elke drumstel. Precies. Een Amerikaan was de enige die het eigenlijk mocht neerzetten, maar die mocht niet naar Europa reizen. Ja, dus jullie hebben het zelf zo in elkaar gezet, hè? Ja, maar volgens mij ziet het er best oké uit. Ja, het ziet er helemaal perfect uit. Ja. Nou, laten we hopen dat we nog wat mensen hier ooit mogen verwelkomen. Sowieso in het museum, maar ook hier zo nog bij deze bijzondere tentoonstelling. Andreas, ik wil je nogmaals danken voor de gastvrijheid dat wij hier met al deze kijkers vanuit Nederland en ik hoorde ook Amerika, heel ver weg in ieder geval, heel veel mensen hebben gekeken. Iedereen dank voor het kijken. Ja, we weten nog niet wanneer we weer een rondleiding kunnen gaan doen, een livestream. Maar hou vooral de Facebookpagina van de Bank Giro Loterij in de gaten. Want daar zullen we meteen melding van maken, zodra we weten wanneer het weer kan. Voor nu iedereen een hele fijne avond en zet gewoon nog even lekker een plaatje van de Rolling Stones. Misschien wel het hele weekend en dan heb je toch nog een beetje dat, een beetje, ja, lekker in de stemming komen. We zitten nu in de stemming, dan maken we er nog even een feestje van. Graag tot de volgende keer. Andreas, bedankt. Dank jullie, dank Bank Giro Loterij aan allen dat dit mogelijk is.